Ja, dames en heren, je ziet het goed. De Project One in Doetinchem. En trouwens, hallo dames en heren, welkom bij Doetinchem. Najaarskermis. Het is de eerste dag al van Doetinchemse najaarskermis. Maar er zijn nu al heel veel wagens zijn binnengekomen. Maar Robert is met me mee, hij is nu voor mij de parapluman. Ja, dames en heren, je ziet het helemaal. Het omgeving, dat er nu al heel veel attracties staan. Ja, dat is het belangrijkste, de generators. Anders kan de kermis niet draaien zonder stroom. Nou, het is voor mij een super verrassing. Vooral dat Project One, dat is daarom deed ik het ook inzoomen. Want op de kermislijst van Doetinchem najaarskermis stond de werkelijkheid Rocket. Maar vanaf dit jaar, begin van dit jaar, hoorde ik dat de Rocket is verkocht. Dus, nou stond er alleen nog de Rocket nog steeds ingeschreven in Doetinchem. En ik dacht elke keer, wat zou het nou vervangen? Zou het weer de Rocket zijn of zou het weer wat anders zijn? Nou dames en heren, het is inderdaad wat anders, de Project One. Maar dit keer wat moois. Kunnen jullie nog Winterswijk herinneren van vorig jaar? Ja, oké. Okay. dat stond een hele andere gondels. Maar dit jaar heeft de Project One, de fabrikant van deze attractie, nieuwe gondels eronder gezet. En dat zou blijkbaar veel mooier zijn. Maar we gaan even zometeen sowieso een rondje doen. En dan gaan jullie lekker genieten van het eerste deel van het opbouw van najaarskermis in Doetinchem. Veel plezier. En Robert, bedankt alvast voor de paraplu. Graag gedaan. Nou, zoals jullie zien is het heel erg vies weer in Doetinchem, maar gelukkig is het in deze weekend lekker droog. Veel lekkerder en warmer. Nou, zoals jullie zien staan er heel veel wagens, auto, decathlon, de bankstel, ja, de wit dan. En de Jumbo van Vermolen, zo te zien, de Flying Jumbo, ja, klopt als, ja, dat klopt als de bus, want daar staat het werkelijk kop. Vermolen. Vermolen en de grijpers vanuit Duiven. Oh ja, dat was gisteren ook een laatste dag. Nou, en ik denk de Booster. Ja, de Booster. En het mooiste van dit jaar, jawel, Project One van Subcomma. Nou, we zijn in werkelijkheid heel erg dichtbij bij de echte Project One. Een mooie KMG afterburner. Kijk, dat is de gondels wat je ziet. Maar we gaan even kijken hoe ik het werkelijk mooiere in beeld kan krijgen. Nou dames en heren, dit is de mooiste van deze gondels. De achterkant van de nieuwe gondels. Ik ga het even inzoomen. Ik hoop dat jullie nog me goed kunnen verstaan. Want als ik in ga zoomen is het microfoon slechter. De jackpot is natuurlijk ook hier weer aanwezig in Doetinchem, zoals elk jaar in Doetinchem. Het is elk jaar hetzelfde jackpot. De DK Dance. Het is een hele andere breakdance. Het is door een andere fabriek gebouwd. Maar het idee is hetzelfde en het is een mooie attractie. De DK Dance. Ik zeg de DK Dance, de disco machine. Prouta, Nauta Bussink. Oh ja, ik ben hem vergeten om te zeggen, de kassawagen van de voer, niet vadervoer, maar van fiets, letten, de voer. En deze klap nu uit, dan is niet. Ja, dames en heren, niet de Rally of Dance, maar de Trip to Temptation van Bosma. Dat is voor mij een poos geleden dat ik hem gezien heb. De laatste keer was het in Zevenaar, 2012. Maar nu zie ik hem eigenlijk een keertje voor mijn ogen. Een geweldige trip-attractie, dames en heren. Van Bosma. Ja, Bosma heeft twee. Of meer. Weet ik nog niet echt. Helemaal op mijn blote hoofd. Zij hebben de
Trip Temptation en de Rally of Dance. Kijk maar eens naar de film van dit jaar 2018 voorjaarskermis in Doetinchem. Maar blijft wel een leuke attractie, Trip Temptation. Niet alleen kermis, maar ook stadfeestjes hier in Doetinchem, dames en heren. Gaan we misschien ook voor een weekend even kijken. Zo, dames en heren, dit was het eerste deel van najaarskermis op Al. Wat een verrassing, wat een verrassing, wat een verrassing, dames en heren. Echt niet te geloven, ik droom nog steeds. Oh, we knippen eens even. Auw! Oké, ik droom niet. Nee. Ja, ik vind het echt super leuk dat ik project van weer eindelijk weer in het echt ziet. Ja, Robert heeft het nooit in het echt gezien, maar dit jaar wel. Dat is de tweede keer dat ik het zie. Oh ja. Het was in de eerste keer. Hij stond toen in een vakantie stond hij in Assen. Zo kan ik je beter zien. Want, dat was de, ook de circuit in Assen. Wat zei je? Assen, gaat het regenen? Oh nee, gaat het niet regenen, gaat het druppels van de bomen uit. Maar ja, deze deel komt weer aan het einde. En dan kom ik morgen sowieso weer terug met het aflevering 2 van het opbouw. Maar daar zal best wel alles wel staan. Nou, dames en heren, vergeet niet te abonneren en te liken. En vooral niet op het belletje te drukken. Want dan krijg je alle meldingen dat een nieuwe video tevoorschijn is gekomen. Nou, dames en heren, ik stap mijn auto en dan gaan we richting 7 naar... Ja, ik heb kinderslot op, kijk maar. ik kan toch alsnog rijden vandaag. Joepie! Nou, dames en heren, dat was het weer. Bedankt voor het kijken en tot graag tot morgen bij de laatste deel van het opbouw vanuit Doetinchem naar Laskermis. Doei! Doei, Robert. Doei, doei. Misschien tot morgen. Misschien tot morgen. Anders niet, tot zaterdag. Yep. Hey, mensen, doei.